Ja, we moeten zo nodig weer eens een berg beklimmen. Ja, het is wat als toerist. Salomonstroom daarboven, daar willen we heen. Of zullen we niet doen en alleen zeggen dat we er geweest zijn? Ja. Ik ben ook geen 18 meer. Het is nog een pokkend. De moeder die haar baby naar beneden wil gooien? Ik weet het niet. Dit is Osh. Een grote stad. In de Fergana Vallei. Is dat de rand met Oezbekistan? Het is wel Kirgizië. Nou, we zijn op Salomonstroom. Het is hier hartstikke gezellig. Ik zal Herman even in beeld nemen, anders geloven jullie me weer niet. Nou, ik geloof dat we daar nog naar boven moeten, maar dat ziet er nog wel. Nou, durven ze ook niet. Ze hebben een glijbandje gemaakt van een rots. Nou, leuk hè. Maar glijden doet het niet echt. Die ene is een beetje verlegen, die doet ik weg achter een vriendje, maar ik ga gewoon even bijdraaien. Dat is toch wel in beeld. Patroon, zijn we aangekomen. Even tijd voor een chai. Op een lekkere lichtbank. Mijn moeder snapt nog niet helemaal. Ik heb wel thee besteld, maar die heeft ze nog niet. Ja, daarom had ik mijn filmcamera ook weggestopt. Ik ben er niet. Op de Russische vets bizarre dingen, maar daar staan vliegtuigen op te teken. We zijn intussen weer aangekomen aan de kop van de bazaar. Nu staat er een auto voor mijn neus. Dus op de bazaar gewoon druk. Nee? Ik hou er lekker op los. Hier genoeg drank te koop. En aan de andere kant. Kleuren. Nu is het bezig hoor. Waar we op dit moment over rijden, tenminste, het schijnt dat ze dit weg noemen. Het zijn wel goede verkeersdrempels, want niemand rijdt daar. Mooi opgetuigd met allemaal hoofden van waarschijnlijk burgemeesters. Een mooie wereldbol tussenin gedaan. Kijk of het nog reden was. We worden even aan de kant gezet door een kudde koeien.
slapen. Net voorbij Osgun. Met een huisje in beeld. Veel vrouwen werken hier op het land. Met deze grote wordt het land geïrrigeerd. Dit is de irrigatie bij een kapoenveld. Er stond alleen een muur van het windpad die nog redelijk te bereiden is. Prachtig landschap op de achtergrond, ik weet alleen niet zeker wat er goed te zien is. Mooi plaatje. De elektriciteitscentrale van Tesgemoer, die verzorgt de elektriciteitsvoorziening. Nee, langs de rivier. Het gaat met zo'n geweld dat wij hier zelfs nog nat gespuit kunnen worden. Naar Rijn en hier wordt met donders geweld energie opgewekt. En het water dat veroorzaakt die mooie turquoise rivier. Ik denk dat de hele buis vol zit. Nou, het valt me best mee. Ik ben hier naar de boel aan het opblazen. En de nader leek toch te doen. Even een mooi eindje mee pikken. Hier weg. Vrijm even mee.
meer, want de chauffeur is moe. Voor een ontbijt van deze rivier. Prachtige bergstroom. Veel water, want het heeft vannacht geregend. Welkom in de sneeuwregio. Joert hoog in de bergen. We zijn hier op pas 5000 meter hoogte. Rondje maken met de camera. Dat zijn die duizend meter, maar bijna 3200 meter. Dat is een auto. Een Lada 2106. We zijn alweer uit de sneeuw, net zo goed als. We rijden nu door een lange vallei. Bijna, dat mag niet helemaal.
zijn dan weer door de pas. We zijn dan weer door de pas heen. Deze is minder spectaculair dan de afdaling. Lijkt meer op een afdaling in Zwitserland en Oostenrijk. Dat is eigenlijk niet zo erg spectaculair. Daar komen ze weer. Een harde paarden. Verdwijnen ze de berg in. We zijn nu op het grote plein. De kinderen die spelen in de fonteinen. En nu staat het Monument van Vrijheid. Hier stond vroeger het Leninbeeld, maar het is een jaar geleden hebben ze die verplaatst. Want ja, past het dan wel of niet, Lenin? Daar loopt onze gids Alicia. Het Herman, ik zal even inzoomen, dat kunnen ze beter zien. En daar gaan ze weer. En dit is het Nationaal Museum. Waar we nu heen gaan, want we hebben weinig tijd hier. We zijn hier in het vlakbij het park. En hier overal schilderijen. En Herman staat er even voor. Dit gebruik is. En het straatbeeld is hier heel westers. Toevallig komen we nu net lang naar hier gaan. Dat was heel anders. Het is ook een heel groene stad. Je ziet heel veel parken. En beelden zijn ze ook heel erg gek op. Onder de straat. DI en MP3 en DVD afdeling in het warenhuis in Biscay. Weet je niet precies. Engels, televisies en alles hebben ze hier. En MP3 kost $3. Allemaal matroeskaas, ze komen er niet uit. Vandaag naar Biskek via een hobbelstraatje. En je bent er wel mooi uitzicht, maar dat gebeurt een beetje. En we hopen door in de Mitsubishi Pajero. Bij deze brug is ook gelijk de grensovergang naar Kazachstan. Deze pieken zijn tot 4000 meter hoog. Een joert aangeland, dan gaan we even thee drinken. De moderne joert. Even kijken of ik die mevrouw nog een beetje in beeld kan krijgen. Want die duikt steeds weg. Hallo! Nou, dat is... Nou, daar zijn we dus een beetje. Gebruikt als verkoopstalletjes langs de weg. Ik zal even doordraaien. Hier is gewoon een terrasje, overdekt omdat hier toch veel zon is. Kijk, er staan nog meer joerts in een container, wat je hier veel ziet. Ja, een aardig weggetje door het canyon. Hikers leven in de mountains hier? Yes, in the high mountains. Nu zijn er verschillende gestenen in het voor- en najaar. We zijn niet echt op de foto, dus doe ik hem maar even zo, een beetje zoomen.
Op de achtergrond zien we de eerste keer de seconde. Stenen met from 8 to 3 the 3rd century BC before Christ, and so this psyche they depicted the pictures of clowns in the getekende stenen, de petroglyphen. Lopen ook die hier geiten rond. Ik ga even een beetje rond gaan. Ik heb net al een paar foto's gemaakt. Er zijn er zoveel. Dat ik even een overzicht geef. In een golfje en hier zijn ze zich aan het voorbereiden op de zomer. Deze jongeman die spreekt Engels, die vertelt net dat het één na grootste meer is op het Baikalmeer na. En dat is op één na hoogste meer. Het hoogste meer is in Zuid-Amerika, in Peru. Maar deze boot die behoeft nog wat meer onderhoud. Want hier is nog wel wat aan te verbeteren. Herman die vertelt net dat het water fucking koud is, dus dat zal betekenen dat het niet warm is. De vis wordt hier op een andere manier verkocht. Pad aanleggen met 6 man. We hadden allemaal keurig in beton gedaan. In Nederland zou je er even een asfalt op leggen. Maar ja, zo is het goedkoper. De stijger van het hotel hebben we dit uitzicht. Het is hier prachtig. Je zit hier op aan een meer. Die is een beetje het westen van alle oceanen verdwenen is. Nee, het westen van alle oceanen is. Je hebt hier een prachtig strand, je kunt hier zwemmen. Het is alleen nu in eind mei nog een beetje fris. Het is hier 20 graden. Maar ze zijn volop bezig om voor te bereiden op de zomer. De parasolletjes staan er al. Dat is het hotelgebouw met op achtergrond de besneeuwde hellingen. Dat is echt een heel apart gezicht. En Herman die ligt daar ergens achter een parasolletje. Eentje voor de zekerheid. Karakol aangekomen. Het is hier een beetje ongelijk. Hey.
Hier is de schapenmarkt. Hier staan ze in afwachting tot ze weer naar huis mogen. Koetje laden. Dat lukt nog niet echt. Optillen jongens, die hammetjes. Wat dan zeg je hammetjes, de biefstukken. Ja hoor, gelukt. Foto met allemaal oude kamas. Een afscheidsfoto met allemaal oude kamas. Daar zitten we dan om 12:30 'smiddags. Het regent buiten. En dit meisje, dat is jarig, Pida. Kijk, die is jarig, die wordt 3 jaar. En uiteraard wordt het daar weer volop gevierd. Door die mevrouw, dus de dochter. Dat zijn vrienden. En die kennen jullie wel, dat is Herman. En dat is de vader. En we zitten dus weer gewoon aan de... Waar is de fles? Wodka. Hier wordt een huwelijk geregeld tussen Alicia en Herman. Maar ze doen hun best maar. Dit wordt een echt dronkenmansbandje. Oh,
Is lislобушка и на постельшки накажи у Божи. Een straatje vlakbij het hotel in Karakol. Een Oekraïens huisje. Ze interesseren zich hier niet zo in huisjes, dus ja, het is allemaal wat kleiner. Ja, wat moet je al met die ruimte? Je leeft toch op straat. Hoewel, het is nu een graad of 11, 12. Dus je kunt je afvragen of dat wel terecht is, die mening. Het stoorbuitje. En alles is hier geblokt. Geregend. Het is nu hartstikke helder weer. En ik maak hier even een plaatje in de straat. Allemaal hele kleine huisjes. Mooie besneeuwde bergellingen op de achtergrond. We zitten op plusminus 1600 meter. 1700 meter. Het is hier gewoon een prachtig gezicht. Karakol. We zien die. Ja, goed, de bergen die zitten gewoon rondom je. Heerlijk. We hebben weer pech, we zitten met Slava, met Olivia, dat is ons welbekende Herman. In 1998. Ja. We hebben weer pech, we zitten weer gewoon aan tafel om weer te zuipen. Yo. We zijn uitgestapt uit de auto. En Olivia die kan zich niet beheersen. Je zit er vol energie, maar ja, dat krijg je met 29 jaar. 20 jaar. Dus Jedi ook is dus wat ik al zei. Prachtige natuur. Alleen, ja, daar komt het wat beter in beeld. En dat is even de auto. Valentina. Prachtig, wat een natuur. Cool in de game, maar goeie op achtergrond. We hebben net even vriendschap gesloten met een paar Kirgizen die hier straks in beeld komen. In deze wonderlijke omgeving met een bij om mijn hoofd, waar ik niet zo blij mee ben. Dat zijn onze vrienden. En dat is Herman, toevallig, maar die bedoelde ik niet. Die meneer met die pet daar, die moet ik even hebben. Juist.
Jetty August, 5070 meter hoog. Party time again. Goed, просто это Hi. Bouwen. Waar we de vanmorgen de vrachtwagen was. Is ik dood? Daar kamelen tegen met twee jonkies. Zo worden ze warm. En zo gaan ze de maag in. Een Abbasi hier gebergte in.
Daar gaan we heen. Oké. We hebben er één. En een koekoek. Nou, hier was Abbasir. Abbasir River. Of rivier. Korugon, dat is een citadel, dat zijn de restanten van een citadel. En ja, het is hier eigenlijk wel een mooi gezicht in de bergen, een klein dorpje op de achtergrond. Komen de bergen. Want hier schijnt de zon. Als ik dan even doordraai, dan hangt daar ineens een verschrikkelijke wolk. Daar regent het dus. En dan draai je weer door. En dan zie je gewoon weer de zon en een vrachtwagen met een exportartikel van Kyrgyzstan genaamd oud ijzer. Een jongste aanwinst zien, met de kalkoenen en de kuikens. Kindlokken. Wat dit nou? Hey, we zijn hier uitgenodigd voor een kop thee. Vraag maar te wat voor zo'n nog. We zijn druk aan het Lego bouwen. Nou, dit kacheltje moet het dier maar warm houden, het wordt hier zondags verschrikkelijk koud. Nog een rondblik in de kamer, want het mag allemaal. Vinden wij. Even thee gedronken en brood gegeven. De achtergrond klinkt eronder, dus lekker op richting. In Tashrabad, ze beginnen al over Nakatjem, dus dat belooft je wat. Die tweede tent die is voor ons. Yurt heet dat, hè? Geen tent van Lunzen. Nou, ik zal nog even het toilet opzoeken. Oh, kijk. Daar is een toilet. Dus, knijpen. Die is voor de dames. Er zijn nog wat paarden. En voor de rest zien we alleen nog onze Mitsubishi Pajero. Goed. Niet op de mens. Bij Tashrabad. Straks zal er een kudde Herman in beeld komen. А слышали, как они хрюкают? Хр, хр, хр. Они ж не мычат, не му, ничего. Хр, хр, хр.
Вон это так низко над землей, чтобы суслик... Вот метра полтора туда крылья размазали. Dit is dat zich vlak bij het Juurtkamp. Daar is het kamp. Здравствуйте! Wind, ze zijn daar al flink aan het opstoken. De schapen staan lekker in de rook. Die zijn ook binnengehaald, want er zijn hier toch wolven 's nachts in de bergen. Overdag ook natuurlijk, maar dan zie je ze niet. Dus we gaan beginnen naar de Turkatpas. Meter te kruisen. De bergen in de neutrale zone, een groot aanblik. We rijden ook nog de Turkenpas. We zijn nog niet helemaal bovenaan. En daar gaat hij! En daar was hij weg. We gaan naar China toe. We gaan naar China toe. Door de sneeuw naar Kashgar. Een poging, ik weet niet of het lukt. Nu het grote deel is droog aan de rivier. We hebben naar Kashgar gelegen. Zo maar even een plaatje. Weg onderweg. Een lekker band. Om even aan te tonen dat we niet alleen maar zon gehad hebben, even deze opname. Onder de boomgrens. Dat is tenminste iets. Voor de rest is deze af. We zijn de grens gepasseerd en ander landschap. Een ander straatbeeld. Heel veel fietsen. Wil ik dit hier toen niet hebben. Ja hoor. Ik heb de Immortal Caves. Nou, hier gaan we dus niet heen. Daar binnen. Maar dat doet het zijn best. Zoals je gezien hebt inmiddels aan de afsluitende beelden van deze film zijn we inmiddels in China aangekomen. Deze tape eindigt in China. We zijn inmiddels Kyrgyzstan doorgegaan. Deze tape die je gezien hebt, die behelst met name Kyrgyzstan. Dat blijkt uit de film een prachtig land is, met enorme landschappen.